De carnavalsvlaggetjes doen nog hun best, maar verder is er weinig feestelijks aan de taferelen op de Oude Vismarkt in Zwolle in de vroegochtend van maandag 3 maart. Zojuist is de complete gevel uit een horecapand aan de markt geblazen. Van lunchroom Da Vinci, een shawarmazaak, is weinig meer over. De brand die meteen na de explosie woedde is vrij snel geblust, maar de schade is groot. De bewoners van het studentencomplex boven Da Vinci, de meeste tijdens de explosie nog in diepe slaap, moesten hals over kop hun huis uitvluchten. We hadden het geluk dat wij via een deur naar het andere huis konden. Anders konden wij niet naar buiten toe, want onze ingang stond ook in de hens. Dus het was wel even schrikken. Als het licht is, is goed te zien dat het een kwestie van geluk is dat er geen enkele gewonde is gevallen. De pui van de shawarmazaak ligt meters verder aan de overkant van de straat. Mevrouw Hesterhof, weer een zaak bij u in Zwolle. Gelukkig waren er op het moment van die explosie inderdaad geen voorbijgangers op straat. Nee, dat klopt. Want er had heel makkelijk hier gewonnen of misschien wel doden kunnen vallen. Het blijkt namelijk dat het complex boven de zaak alleen maar bestaat uit houten trapopgangen. En dat is een open verbinding. Dus als het alleen bij een brand was gebleven, dan hadden deze mensen waarschijnlijk wel rook of koolmonoxide kunnen oplopen. Om daar misschien in gestikt zijn. Gelukkig zijn ze letterlijk door die knal van de explosie wakker geschud. En heeft hen dat gered. Sommigen zijn ook gewoon naar buiten gevlucht. Pure angst om er ook maar iets mee te nemen. Ja, inderdaad. Ze waren zo bang. Maar na die gigantische knal is er heel veel schade ontstaan aan het pand zelf. Aan de woningen boven het pand, maar ook aan de ondernemingen ernaast. En die woningen die zijn natuurlijk voor lange tijd onbewoonbaar op dit moment. Nou, is het zo'n grote explosie midden in de nacht, precies bij die ene zaak in Hartje-Zwolle. Vanaf het begin waren er eigenlijk wel twijfels bij u of dit wel een ongeluk was. Ja, we hebben onmiddellijk onderzoek gestart. We hebben sporen veiliggesteld. We hebben getuigen gehoord. Maar we hebben ook die nacht alle camerabeelden uitgekeken van 3 maart aan de Oude Markt in Zwolle. En ja, daar zagen we dus op 1 camerabeeld een hele bijzondere opname. Hele bijzondere opname, inderdaad. Kijkt u maar mee. Om 17:15 gebeurt er dit. Voor de vuurbal uit rennen 2 personen weg. Waarna de pui, meubilair en andere brokstukken door de lucht vliegen. De straat lijkt uitgestorven als het allemaal meters verder brandend op straat blijft liggen. Nog 1 keer de personen die rennen voor hun leven. Ja, niks ongeluk daar aan die Oude Vismarkt. Pure opzet en die 2 die daar wegrennen, die weten meer van de ontploffing. Ja, dat moet wel. En zoals je ziet hebben ze gewoon ontzettend veel geluk gehad dat ze niet gewond zijn geraakt. Ze zijn nadat ze daar weg zijn gelopen de Wolweverstraat ingerend. En dan kom je uit richting de Wilhelmina-singel. Maar ja, waar ze daarna zijn gebleven, dat is ons onbekend. En misschien dat iemand ze daar naartoe heeft zien vluchten. Ze droegen allebei diezelfde avond een donkere jas, waarbij de achterkant van de achterste iets wit op de rug stond. En ze hadden allebei lichte broeken aan. Ja, en uit andere bewakingsbeelden blijkt weer dat diezelfde mannen al eerder die ochtend daar in de buurt hebben rondgelopen. Rond 16:30 in de nacht van zondag 2 op maandag 3 maart komen de 2 vanaf de kant van bioscoop De Kroon aangelopen. Waarna ze schuin de straat oversteken en samen langs een kookwinkel, café en een naastgelegen pizzeria lopen tot ze uit beeld verdwijnen. Een klein half uur later, het is dan 17:50, steken ze weer ter hoogte van de pizzeria de Oude Vismarkt over en lijken ze de vluchtroute uit te testen. Ze lopen de steeg in waarin ze straks zullen verdwijnen. Ze hebben dan waarschijnlijk een rondje gelopen, want om 17:50, kort voor de explosie, komen ze weer aangewandeld en blijven vervolgens nog een poosje rondhangen. De 2 zijn die nacht rond 17:30 ook gefilmd lopend in de Kerkstraat, ter hoogte van de Kerkbrug. Hier is te zien dat beide, behalve de donkere jassen en wat lichtere broeken, ook een wit masker dragen. Nou, we zien het. U heeft inmiddels een vermoeden wat voor maskers dat waren. Ja, wij denken dat het een soortgelijk masker is als deze. En die komt uit de film Scream of Scary Movie. Dat ze gemaskerd waren is op zich niet zo vreemd. Het was namelijk het weekend na het carnavalsweekend. Wat wel opvallend was, is dat ze alleen een masker droegen en verder niet verkleed waren. Dus het kan zijn dat deze 2 heren opgevallen zijn. We willen natuurlijk heel graag weten wie die mannen heeft zien lopen met deze maskers. Of ze misschien herkennen. Tussen 17:30 en 17:45 in de vroege ochtend. Van die maandag 3 maart. En misschien heeft iemand een idee wie deze mensen zijn.
Heeft u al een idee waarom ze dit gedaan hebben? Er is gesuggereerd dat het te maken zou hebben met andere explosies bij shawarmazaken. Ja, inderdaad. Dat sluiten wij in dit geval wel uit. Het onderzoek is al in volle gang en we hebben meerdere scenario's. We weten dat er bij die bewuste shawarmazaak wel meer gebeurde dan alleen shawarma verkopen. Maar we kunnen de vinger nog niet helemaal op de zere plek leggen. Tips zijn daarom heel erg welkom. En ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van ja, ik bel of praat liever niet met de politie. Maar we hebben echt heel veel manieren om contact met ons op te nemen. En ja, het had echt heel anders af kunnen lopen. Dus we hopen dat de mensen toch reageren. Duidelijk, u kunt echt helpen. Als u iets gezien of gehoord heeft, weet u wie bij die explosie in Zwolle betrokken zijn en waarom ze dit deden. Bel dan de opsporingstiplijn op 0860 70, of als u uw identiteit niet bekend wil maken, naar Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. En u kunt ook hier, als u dat liever wil, een afspraak maken met het team Nationale Criminele Inlichtingen.